ik met dieren aan de gang. Ik denk dat dat de kleine jongensdroom al was. Misschien de lagere school al wel. Dat ik denk van, hey, dat trekt me, dat vind ik leuk. Je vraagt je wel eens af, wat moet ik met technische vakken op mijn school? Hè? Dat pak melk komt toch wel in het schap te staan. Die auto die rijdt wel. En als ik het betrek op mijn sector, hè, de dierhouderij, dan moet je eigenlijk bedenken dat het een sector is waar van voor tot achter niks als techniek tevoorschijn komen op allerlei niveaus. Of je nou het landbouwbedrijf kijkt of op de verwerkingindustrie. Overal kom je steeds weer die technieken tegen. Van de voeding moet je dat voorstellen. Het is niet, je koopt een zak voer en geeft maar aan het beest. Nee, je moet weten welk voer, waarom. Hè, wat is mijn doel? Wil ik bij een koe bijvoorbeeld veel melk met hoog eiwitgehalte hebben? Dan moet je daar ander voer in stoppen dan een koe vlees te laten produceren. Nou, daar heb je een stukje scheikundige achtergrond voor nodig. Hè, want bepaalde stoffen worden afgebroken tot bepaalde vetzuren. En dat vetzuur levert juist net vlees. Kortom, je komt iedere keer weer tegen, vroeg of laat, denk je van, dat heb ik gehad op school.